En heb je zoiets van, ik heb een budget van wat ik mag spenderen of niet? 0 euro. ik denk toch mijn Gucci loafers. Gucci loafers. Mijn jas van Essentiel. Dat is zo subtiel, maar dan doe je dat zo open en dan heb je zo flashy rood. Zo'n flashy kant, ja. Ik denk dat dat een jas is die ik in Sicilië eens heb gekocht. Weet je nog hoeveel dat je ervoor betaald hebt? Ik denk echt maar 10 euro of zo. En wat is jouw zotste aankoop, Diana Kirilov? Heb je even 3 uur de tijd? Mijn rassoek, denk ik. My boyfriend, sorry boyfriend, sorry mommy and daddy. Mijn ras. Ja. Eén ding, oké, Gucci's. Dan wordt het naakt op Gucci's. Ik ben eigenlijk niet zo'n fan van bijvoorbeeld een Yannick Azaltzis. Ik vind dat iets te klassiek. Als ik echt zou moeten kiezen, vind ik Natalia-stijl niet super. Mm-hmm. Maar dat is gewoon dat mij niet ligt. Tegenover mijn mama. Bijvoorbeeld? Ja. All the time. Oh my god. Ik doe dat nooit tegenover mijn mama. Nee, nooit. Het is jamais. Ik zou niet durven. 50 is het duurste wat ik ooit al gekocht heb. Ja, ik heb vroeger ook wel een crocsfase gehad. Echt? Ja. Oké. Okay. En echt, ik droeg ze met trots ook. Dat was niet zo van ongeluk. Merci om mij vergezeld te hebben op deze fashion ride in my amazing Mazda. Oh. Misschien zie ik je straks en dan kan ik zien wat je allemaal gevonden hebt tijdens de Balmoral Fashion Week. Allee. Enjoy.